Welke televisiezender gaat voortaan voetbal uitzenden? Kinderen in India krijgen druppels tegen polio. De grootste dierenbeschermer van het jaar. Hallo allemaal. Sport 7 stopt met uitzenden. Zondagavond gaat de zender uit de lucht. Het geld is op en Sport 7 is failliet. Dat levert een groot probleem op voor de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond. Want wie zendt vanaf maandag de Nederlandse voetbalwedstrijden uit? Bestuurders van alle voetbalclubs kwamen bij elkaar in Zeist. De KNVB had een speciale vergadering georganiseerd om te praten over de toekomst van het voetbal op de televisie. In Zeist werd nog eens verteld dat Sport 7 uit de lucht gaat. Als bestuur, maar ook als personen, en zeker uw voorzitter, heeft het als een klap ervaren na alles wat we hebben gedaan om van dit idee, dat wij destijds een gouden idee vonden, een succes te maken. Eigenlijk zijn alle clubs boos, want het is een rotzooitje geworden met voetbal op televisie. Sport 7 begon snel en flitsend. Op 18 augustus was de eerste uitzending van de sportzender. 3,5 maand lang heeft de zender alle voetbalwedstrijden van Nederlandse clubs uitgezonden. Alleen Sport 7 mocht dat. Het had de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, een heleboel geld betaald om dat te kunnen doen. Voor 140 miljoen gulden kocht de zender het recht om de voetbalwedstrijden uit te mogen zenden. Geen enkele andere televisiezender in Nederland had zoveel geld. Ook de NOS niet, die tot dan toe bijna alle wedstrijden uitzond. Die omroep mocht vanaf 18 augustus alleen nog maar samenvattingen van wedstrijden uitzenden. Nu Sport 7 ermee stopt, hebben de KNVB en de voetbalclubs een groot probleem. Want wie gaat nu het voetbal uitzenden? Er zijn twee kandidaten. De NOS, die totdat Sport 7 kwam de meeste wedstrijden uitzond. En de commerciële zender SBS6. Beide zenders hebben de KNVB een voorstel gedaan. Ze willen alle twee geld betalen om voortaan het Nederlandse voetbal uit te zenden. Geen probleem dus voor de Voetbalbond, zou je denken. Mis. Er is een flinke ruzie aan de gang tussen de voetbalclubs. Die willen allemaal wat te zeggen hebben over het uitzenden van de wedstrijden. Tot nu toe was het zo dat een televisiezender aan de KNVB geld betaalde om wedstrijden van Nederlandse clubs uit te mogen zenden. Van kleinere clubs als RKC en Willem II, die je hier ziet spelen. Maar ook van hele grote, beroemde clubs als Ajax en Feyenoord. De KNVB verdeelde het geld wat zij kreeg van de televisiestations onder de clubs. Maar Ajax en Feyenoord liggen nu dwars. Zij willen zelf beslissen wie hun wedstrijden mag uitzenden. Ze denken dat ze dan meer geld kunnen verdienen. Over deze ruzie is vandaag bijna de hele dag vergaderd. Maar de voetbalclubs zijn er niet uitgekomen. Maandag gaan ze verder. En op welke zender na zondag het Nederlandse voetbal te zien zal zijn, dat blijft intussen een grote vraag. Niet eerder is er op één dag zo'n enorme gezondheidsactie gehouden als vandaag in India. Daar hebben 125 miljoen kinderen druppeltjes gekregen tegen polio. Een ernstige ziekte waardoor je verlamd kunt raken. In India stonden ze vanochtend al vroeg in de rij voor de druppels. Het gaat om een vaccin, dat is een soort geneesmiddel vooraf. Een middel waardoor je de ziekte dus niet krijgt. Om zoveel kinderen druppels te geven waren tienduizenden verplegers en artsen opgetrommeld. Een hele organisatie dus. Maar eerdere acties hebben bewezen dat juist dit soort grote campagnes het beste helpen. Alleen als alle kinderen tegelijk een vaccin krijgen, kan polio helemaal verdwijnen. Polio is een hele nare ziekte. Het tast de zenuwen in je lijf aan, waardoor sommige spieren het plotseling niet meer doen. Zo kun je verlamd raken. Omdat de ziekte vooral voorkomt bij kinderen tussen de 2 en 5, wordt het ook wel kinderverlamming genoemd. Een kinderarts. The child is already walking, running, and he suddenly stops sitting and running. It's a very shocking experience. And this brings the patient to the hospital. And once the child gets polio, it is not cured. It's a very long-term treatment, and the parents have to come to the hospital very frequently, even for the lifetime. And they have to get special shoes. It's a very big economic burden to the family. Als mensen als kind polio hebben gehad, kunnen ze daar de rest van hun leven last van hebben. Gelukkig is de ziekte tegenwoordig gemakkelijk te voorkomen door druppels of een prik. In Nederland komt polio daarom nauwelijks nog voor, net als in 150 andere rijke landen.
Alle baby's worden hier tegen de ziekte ingeënt. Maar in tientallen arme landen, zoals India, gebeurde dat tot nu toe niet. In India alleen al komen meer dan de helft van alle poliogevallen voor. In dat land wonen miljoenen mensen in heel arme sloppenwijken. Dicht op elkaar en zonder goede riolering en goede wc's. Niet ieder huis heeft een kraan waar je na het poepen even snel je handen kunt wassen. Als hier mensen met polio rondlopen, steken ze elkaar snel aan. Daarom is het belangrijk dat ook hier alle mensen tegen polio worden beschermd. Vorig jaar al begon de Wereldgezondheidsorganisatie met het uitdelen van druppels. En wat bleek? Het aantal kinderen met polio daalde al van 2500 naar 750. Al een hele verbetering dus. Door nu aan nog meer kinderen druppels te geven, hoopt de Wereldgezondheidsorganisatie dat polio over 10 jaar helemaal niet meer bestaat. Grote brand in Apeldoorn. Een oude fabriek brandde daar helemaal af. Vroeger werd er papier gemaakt, nu zitten er allemaal kleine bedrijfjes in. Waarschijnlijk moeten die op zoek naar een andere plek, want van de fabriek bleef niet veel over. 13 bluswagens had de brandweer nodig om de vlammen uit te krijgen. Uiteindelijk lukte dat pas aan het begin van de middag. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en ook niet hoeveel de schade is. Het meetlint moest er vanmorgen in Nijmegen aan te pas komen. Even kijken, 33 meter en een stukje. Okay. Ja hoor, dit is de langste kerstboom van Nederland. Met de recordboom willen studenten geld inzamelen voor circusvoorstellingen voor kinderen in Roemenië en Bosnië. Rechtop gezet werd de langste boom ook meteen de hoogste boom. Voorzichtig hè, met uw tenen daar. En toen bleek het ook zo'n beetje de kaalste boom van Nederland te zijn. Nou ja, morgen komen er lampjes in. De winnaar Groningen, 38 punten. De publieksjury en provinciejury gaven hem de meeste punten. En zo werd Mark-Peter van der Maas uit Groningen gisteravond winnaar van het UNICEF-gala. Het 50ste verjaardagsfeestje van de organisatie die voor alle kinderen opkomt. Uit elke provincie trad een kind op met een beroemde artiest. Mark-Peter zong samen met Bert Hering. Behalve de avond van zijn leven kreeg Mark-Peter ook nog 2 zoenen van UNICEF-ambassadrice Monique van de Ven. En een beeldje. Zo trots als een pauw is ze en zo blij als een hond met een verse kluif. Mevrouw Swildens is vandaag uitgeroepen tot dierenbeschermster van het jaar. Ze krijgt de titel van de organisatie Dierenbescherming. Die vindt dat zij als lid van de Tweede Kamer erg veel voor dieren heeft gedaan. Zoenen. Zoenen. Nog meer zoenen. En een mooie prijs voor de nieuwe dierenbeschermster van het jaar. Dat word je niet zomaar. Het Tweede Kamerlid Willy Swildens heeft veel voor dieren gedaan. Dankzij de inzet van Willy Swildens zijn er al heel wat dieren die nu een betere bescherming in de wet hebben gekregen. Dat was zonder haar nooit zo gelukt. Ze is tegen de legbatterijen. Want zoveel kippen in veel te kleine hokjes, dat kan niet, vinden mevrouw Swildens. Ze wil de kalveren uit de kisten halen. Een kalf moet zich gewoon kunnen bewegen, anders is het dierenmishandeling, vindt ze. Ze is tegen de plezierjacht. Dieren doodschieten voor de lol vinden mevrouw Swildens belachelijk. Kortom, alle treinen waar dieren ernstig kunnen lijden, op die treinen zet zij zich voortreffelijk in. Ze maakt zich ook druk om wat minder ernstige zaken. De manier waarop sommige mensen omgaan met hun huisdier. Mensen hebben heel veel voor hun dier over. En dat is natuurlijk heel mooi. Zolang dat maar betekent dat zij het de juiste verzorging en aandacht geven. En mits het in zijn eigen waarde wordt gelaten en wel als dier. Een lekkere mand of kooi, kluiven die goed zijn voor de tanden en een normale etensbak. Nou, dit zijn volgens de dierenbeschermster van het jaar allemaal producten die je nodig hebt om je huisdier goed te verzorgen. Maar veel liefhebbers van huisdieren schaffen nog veel meer producten aan. Soms wel. Mensen bedoelen het ontzettend goed en willen heel lief zijn voor dieren, maar soms, ja, dan overdrijven ze een beetje. Wat te denken van dit aquarium? Als vis zou je er toch behoorlijk van schrikken. Of dit voedsel voor uw kat. Als die ervan eet, ruikt zijn poep of pies naar viooltjes. Ik vind het wel eens overdreven als katten in de reclame eten krijgen van een bord met een goudrandje en met een zilveren vork. En alsof net gedaan wordt dat een kat een mens is. En ik denk dat je heel goed met dieren kunt omgaan en ze dan ook echt als dier behandelen. Honden aankleden volgens de laatste mode vindt mevrouw Swildens ook belachelijk. Dat is allemaal prima, alleen ja, als je ze jasjes aan gaat trekken of bespuiten met hondenparfum, ik denk dat je dan niet goed bezig bent. De dierenbeschermer is het helemaal eens met de dierenbeschermster van het jaar.
Maar ze gaan er geen actie tegen voeren. Ze vinden dat dierenbezitters zelf verstandig genoeg moeten zijn om een dier als dier te behandelen. Lekker wandelweer morgen. Er is eerst nog wel wat mist, maar later kan op veel plaatsen de zon gaan schijnen. Het wordt 4 graden, dus doe wel een dikke jas aan als je de deur uitgaat. Een hond ook. En morgen gaan wij ook de deur uit, maar maandag is er weer een jeugdjournaal om 6:30 op Nederland 3. Leuke dag morgen en tot maandag. Dag.